Nou, dit is dus mijn wenshartje van 2013. Die gaat bij de verzameling andere wenshartjes. En nu ga ik een wenshartje maken voor 2014. Yay! Nou, ik heb al wat voorwerk gedaan. Ik heb de stoffen gekozen. Dat doe ik gewoon op gevoel met, nou, hoe ik me voel. En ook bij eigenlijk het gevoel wat ik heb over het nieuwe jaar. Dus roze en mooi zijde. Nou, omdat het wel verzorgend mag zijn, maar toch ook wel een beetje stoer. En een soort eerlijk materiaal, is dat zijde eigenlijk, voor mij. Hartje heb ik al uitgeknipt en vastgespeld. Dus wat je nu even niet kunt zien, is dat hieronder, daar is het eigenlijk mee begonnen, het ontwerp, zit een boom. Omdat ik eigenlijk behoefte heb om meer ruimte te geven aan persoonlijke groei. En groei in de breedste zin van het woord eigenlijk. En een boom zegt dat wel, volgens mij. Dus ik kan het niet helemaal goed zien, maar uiteindelijk wordt dit dus mijn wenshartje. En ik heb er wat linkjes al bij gezocht. Waarvan ik denk, nu op dit moment denk dat ik ze wil gaan gebruiken. En ook een beetje kant. Ik ben dol op kant. En ik denk elk jaar, oh, ik ga zoiets totaal anders doen. En rock'n'roll en alle kleuren van de hele wereld gebruiken. Nou, uiteindelijk kom ik altijd uit bij soort poederpastels. Maar goed, het zal dan wel echt bij me passen. Dus ik gebruik gewoon iets waar ik me goed bij voel. Kijk, dit kan bijvoorbeeld strakjes zo. En dan kan je dat weer dubbel gebruiken. En dan over dat hartje naaien of erin verwerken. Nou, dat is dat.